Passave en we staan in de wijk Spangen. Dit is een van de achterstandswijken in Rotterdam. En nu neem ik jullie verder mee Rotterdam in. Nou, in dit filmpje onderzoeken wij de feiten die wij online hebben gevonden en vergelijken we die met de realiteit en de eerste indrukken die wij hebben op ons eerste bezoek in Delfshaven. Er zijn drie kenmerken die voor ons er heel erg uitkwamen tijdens het onderzoek online. En het eerste was dat er meer dan de helft van de populatie hier een niet-westerse achtergrond heeft. En iets van 30% van de populatie die is geboren hier in Nederland. Dus er is veel diversiteit. Wat ook nog meer opvallend was, is dat er heel veel criminaliteit is hier in de wijk. Waaronder veel diefstal en vernieling. En het laatste kenmerk is dat er veel jongeren zijn met overgewicht. We gaan nu even kijken wat er nog meer te zien is. Ja, we lopen nu al iets van 5 minuten door de wijk. En wat we nu al zien is achter ons een zorgbureau dat voor individuele begeleiding is. Waarschijnlijk voor ouderen of kwetsbare groepen. En om het hoekje daar zien we al een schoolplein. En we lopen er net langs de kinderdagbesteding. Okay, we hebben nu al 5 verschillende soorten politieauto's, busjes gezien. En ja, ik denk dat het te maken heeft met de criminaliteit in deze wijk. Wat ons ook opvalt, zijn dat er allemaal auto's op de huizen zitten. Nou, hier lopen we opeens door een nieuwbouwwijk, terwijl we er net door een achterstandswijk liepen. En dit is een nieuwbouwproject, dat is gemaakt door VVE Wonen, volgens mij, lazen we er net. En dat hoort bij een van de 4 stappen van het gemeentebeleid in Rotterdam. Nou, we zijn hier denk ik bij een bibliotheek en er staat samen. En dat is denk ik wel best wel typerend van deze wijk. Want ja, heel kleurrijk, heel divers, verschillende culturen. Welkom bij de Parkpodium 1943. Staat midden in een wijk met allemaal woningen. Hier worden vaak barbecues gehouden in de zomer. En het is hier over het algemeen hele grote ontmoetingsplekken voor de wijk Delfshaven. Nou, we zijn bij Remora. En er zijn verschillende problemen in de wijk. En zij pakken die problemen ook aan. Onder andere door Delfshaven Beweegt. Dat is een programma en daar kunnen mensen eigenlijk van alle leeftijden kunnen gewoon daar inschrijven en kunnen ze ja, eigenlijk samen gaan sporten of andere activiteiten ondernemen. Dus dat is eigenlijk hoe de wijk Delfshaven ook projecten oppakt. Het Jeugdfonds Cultuur en Sport in Rotterdam faciliteert ook heel erg veel dingen voor kinderen in Rotterdam van de leeftijd 4 tot 18 jaar. Zo kun je bijvoorbeeld, als je ouders niet de contributie van de sportvereniging kunnen betalen, kan de jeugdzorgfonds dit betalen. Verder kunnen zij bijvoorbeeld ook een fiets voor een kind wat naar school gaat faciliteren, of een schoolreisje vergoeden, of een laptop meebetalen aan een laptop. Dus dat zijn allemaal initiatieven in deze wijk om kinderen ervoor te zorgen dat zij goed naar school kunnen gaan, mee kunnen doen aan sport en zichzelf in cultuur kunnen verrijken. Hey, hallo. Hi. Ik ben Lois. Hoi, Hamza. Zou ik u een paar vragen mogen stellen voor de Hogeschool Leiden? Tuurlijk. Dus u geeft daar toestemming voor? Ja. Hartstikke bedankt. Woont u hier? Ik woon geboren getogen ben ik hier geboren. Oké, en hoe ervaart u het hier om te wonen? Kijk, ik heb er geen problemen mee. Nee. Het maakt mij niet uit hoe laat het is. Ik kan gaan lopen, er is niks aan de hand. Er is helemaal niks aan de hand. U woont hier fijn, veilig. Precies. Veilig, ja. U werkt hier? Ja, klopt. En wat komt u vaak tegen? Vanwege dat corona bijna niks. Bijna niks meer? En daarvoor? Het was drukjes, mensen gingen dammen. Mensen gingen, kaartspelletjes spelen. Okay. Koffie, thee. Want wat houdt het hier een beetje in? Zeg maar een buurthuis. Een buurthuis. Ja. En we hebben een zaal erbij. Leuk. Kun je de zaal huren, lekker sporten. Alles is mogelijk. Nou, wat fijn. En merk je ook een problematiek in de wijk of in straten? Want ik las dan op het internet, wij hebben natuurlijk een beetje onderzoek gedaan naar Delfshaven en wijken. Ja, en waar laatst ook veel dat er veel criminaliteit speelt.
klopt dat? Het is wel aanwezig. Ja, en je kan niet zeggen, nee, dat kan niet. Ik bedoel, het is wel aanwezig. Ja. En merkt u daar wat van? Ik heb problemen met niemand, dus ik heb er geen problemen mee. Nee, niemand valt mij lastig, niemand doet iets tegen mij. Maar voor de rest, u voelt zich wel veilig? Ik ben veilig, niks aan dat met mij. Ik ben goed. Ik leef al 34 jaar hier in Delfzijl, tussen Dijken. Dat is een lange tijd, ja, leuk. Precies. Dus u heeft het helemaal goed. Niks mee te ik heb in ieder geval niks te klagen daar. Nee. Te doen. Nou, wat fijn. En leuk ook dat jullie dit doen. Precies, dat is leuk. Ja. Welkom bij het Dakpark. Dit is onderdeel van de Groene Connectie, onderdeel van Delfshavencoöperatie. Dit is een route door heel Delfshaven, wat groene initiatieven met elkaar verbindt en ook een leuke wandelroute is. Bij het Dakpark wordt heel veel gedaan aan duurzaam voedsel verbouwen. Er worden hier leuke sociale evenementen georganiseerd. Je kunt er wandelen, je kunt er picknicken. En verder wordt er ook heel veel gedaan aan duurzaamheid en aan groene initiatieven. Speelmateriaal en hebben ze een contactpersoon met wie ze kunnen praten wanneer er problemen zijn. Zijn we onderweg naar huis? We hebben veel gezien, veel indrukken opgemaakt. Vooral tegenkomen dat er veel voorzieningen zijn in de wijk, leuke eetentjes en alles. Veel afval ook op straat, maar we hebben weinig mensen gezien nu natuurlijk vanwege de corona. Nog leuk dat we er bij een buurthuis binnen zijn geweest en allemaal informatie die we weer kunnen meenemen.